Er leven haast geen mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten, leeg de cellen. Er leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel bekend er een. Maar die houdt in de Burma-grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Wat hier gebeurd is, had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen, de 3 pagodenpas, de dode spoorlijn per Rangoon, ontvluchten, hoe dat was. Je werd zonder te zijn verhoord, op keizerlijk bevel, vermoord. Maar wie wil dat nu nog tentoon gaan stellen? Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd 1 die het navertellen kan. En die de geschiedenis kent als geen. De keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had op Soestdijk toen aan de dis tenminste toch eens iemand kunnen vragen hoe dat zat destijds in Burma aan die railroad met die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had hij dat terwijl hij at, mooi kunnen navertellen.